Op het Binnenhof in Den Haag begint de ronde tafelconferentie. Minister-president Drees opent de plechtige bijeenkomst met een reden waarin hij onder andere zegt: wanneer de conferentie leidt tot bevredigende overeenstemming, gevolgd door praktische verwerkelijking van de gestelde doeleinden, dan wordt de deur geopend naar een onafhankelijk en soeverein Indonesisch volksbestaan en naar een samengaan van beide volkeren op de basis van vrijheid en vriendschap. Vast staat dat hoe de conferentie zich ook ontwikkelt, zij van ingrijpende historische betekenis zal zijn voor het leven van de volkeren van Indonesië en Nederland. Wij houden deze conferentie voor het oog van de wereld en wij zullen moeten beseffen dat de waardering die onze volkeren in de wereld zullen genieten mede afhankelijk zijn van de wijze waarop wij deze onderhandelingen voeren. Onder het uitspreken van de wens dat deze conferentie mogen strekken tot eer en tot zegen voor Indonesië en Nederland en het uitgangspunt mogen blijken van een nieuwe ontwikkeling waarin op het verbreken der oude verhoudingen een vrije en voor beide volkeren vruchtbare samenwerking mogen volgen, verklaar ik thans de ronde tafelconferentie geopend. Dan spreekt de voorzitter van de Republikeinse delegatie, minister-president Mohammed Hatta. 4 tahun lamanya rakyat kita timbal balik hidup dalam persengketaan dengan merasa dendam dalam hati. De heer Hatta zegt onder meer: laat ons thans na een strijd van 4 jaren een nieuwe geschiedenis aanvangen, gegrondvest op vrede en samenwerking. De volkeren van Indonesië en Nederland beide zullen er wel bij varen en het nageslacht zal ons dankbaar zijn. Bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya akan memperoleh bahagianya. Anak cucu kita, angkatan kemudian akan berterima kasih pada kita. Moga-moga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati pekerjaan kita pada konferensi meja bundar ini. Sekianlah dan terima kasih. Vervolgens is het woord aan de voorzitter van de BFO, Sultan Hamid II van Pontianak. Pada kami adalah kemauan yang luhur untuk menjaga kepelihara agar dalam negara muda yang berdaulat harus ada hukum dan ketertiban dan harus menjadi tempat bagi setiap orang tak memandang bangsa atau agamanya. De sultan zegt onder andere: wij willen vereend met inspanning van al onze krachten een goed georganiseerde rechtsstaat opbouwen die een waardig lid zal zijn van de volkerengemeenschap. Wij willen en wij zullen dit zelf doen en wij zullen hierin slagen. Kami mau dan kami akan melakukannya sendiri dan kami akan mencapainya. De voorzitter van de Nederlandse delegatie, minister Van Maarseveen. Sinds Nederland bij de overeenkomst van Linggadjati zich bereid verklaarde de soevereiniteit over Indonesië en de Verenigde Staten van Indonesië over te dragen, heeft het die bereidheid ook in zijn grondwet verankerd. Die overdracht zal, als ze eenmaal heeft plaatsgehad, nimmer weer teniet gedaan kunnen worden. Elke gedachte dat de soevereiniteit nog ooit tot Nederland zou terugkeren, is uitgesloten. Het vrijheidsideaal van de Indonesische volkeren zal dus, voor zover het van Nederland afhangt, onherroepelijk verwezenlijk worden. Ten slotte spreekt nog de heer Critchley, die namens de Commissie der Verenigde Naties voor Indonesië gelukwensen aanbiedt ter gelegenheid van de opening der conferentie. Mr. Chairman, on behalf of the members of the United Nations Commission for Indonesia, I should like to add our felicitations on this historic occasion. The opening of a conference dedicated to transferring sovereignty to some 70 million people and to establishing what will be a new and, I am convinced, happy relationship between the peoples of the Netherlands and of Indonesia. Na de reden van de heer Critchley hebben de gedelegeerden gelegenheid met elkaar in wat minder officiële sfeer van gedachten.